Den Bosch in het zwart ontvangt aan het eigen Oosterplas. Rotterdam, de nummer 5 van de ranglijst. Den Bosch de nummer 2. 4 wedstrijden gespeeld, 4 keer gewonnen. Hier die kans in dat tweede kwart. Maar die bal gaat voorlangs het doel bij Iris Niekerk. Rotterdam dat afgelopen donderdag de gestaakte wedstrijd tegen Huizen uiteindelijk met 3-0 heeft gewonnen. Dus weer 3 punten kon bijschrijven. Dit is een strafcorner van Frederike Matla. Prima gekeerd door Niekerk. Die zou uitgroeien tot de uitblinkster van de avond daar in Den Bosch. Dit is een corner voor Rotterdam. Maar het schot wordt prima geblokt door Josine Koning. Dat is het schot van Isa van Spronzen. Redding van Josine Koning, kiepster van Den Bosch. Dan weer een strafcorner voor Den Bosch. Wederom Frederike Matla. En wederom is het Niekerk. Die de bal tegenhoudt en de rebound is van Anglebert. Maar prima redding weer van Niekerk. Blijft dus 0-0. Terwijl Den Bosch wel de bovenliggende partij was. Maar uiteindelijk konden ze niet scoren. Dat verandert een paar minuten voor de rust. Dit is de actie van Frederike Matla. Prima teruggelegd door Joosje Burg. Pien Sanders ziet daar Matla helemaal vrij lopen. En dan de voorzet van Matla ingetikt door Joosje Burg. Niet zelfzuchtig van Frederike Matla, maar zij tikt de bal prima op de stick van Joosje Burg. Zij scoort de 1-0, een paar minuten voor de rust. Haar tweede treffer van dit seizoen voor Den Bosch van Joosje Burg. Nog steeds natuurlijk met dat masker op haar gezicht, in verband met die operatie die ze aan haar neus heeft gekregen. Geen risico dus, blijft nog steeds met dat masker spelen. Dan scoort hij wel de 1-0 voor Den Bosch. Dan dit moment, vlak voor de rust. Kans voor Den Bosch op de 2-0. Maar deze bal gaat voorlangs het doel van Niekerk. Het was de backhand van Teuntje de Wit. Zo blijft het 1-0. Dat is ook de ruststand aan de Oosterplas. Dan in de tweede helft. Het beeld blijft hetzelfde. Den Bosch valt aan en Rotterdam verdedigt. Hier een kans voor Joosje Burg op de 2-0. Maar zij krijgt die bal niet onder controle. De voorzet was prima van Teuntje de Wit. Goed teruglegt die bal. En dan is het voor open doel. Dat is een moeilijke bal hoor voor Joosje Burg. Maar misschien had ze hem wel moeten maken. De 2-0. Blijft dus steeds 1-0. Hier Anglebert met de 2-0 op haar stick. Gaat goed naar haar backhand. Moet de 2-0 zijn. Ah, maar redding van Niekerk. Ja, zo'n kans moet je eigenlijk maken. Anglebert, de Belgische international. En ze weet het zelf ook. Deze had moeten hangen natuurlijk. Als je zo ver komt en vrij staat met die backhand, moet het gewoon de 2-0 zijn. Maar het blijft 1-0. En Rotterdam gelooft in de punt hier. Dan weer Den Bosch. Met deze kant van Joosje Burg. Het blijft eentonig. Maar het is Niekerk die daar uitstekend redt op die inzet van Joosje Burg. En daarmee voorkomt zij de 2-0. Dan vlak voor het einde van het derde kwart. Deze strafcorner wederom voor Den Bosch. De push van Matla en wederom de redding van Iris Niekerk. Met de handschoen komt zij de 2-0. Je ziet een beetje de wanhopige gezichten bij Den Bosch. Want ze spelen goed, ze zijn veel in de aanval. Maar ze kunnen Niekerk niet passeren. En ze blijven het proberen, ook in dat vierde kwart. Hier Pien Sanders met een prima paas en dan is het helemaal vrij voor Niekerk. Babs Reijnen, ja, zo'n bal moet je ook maken eigenlijk. Dat ziet Jordi van der Waart ook, de coach van Rotterdam. Hier die kans voor Babs Reijnen, ja, moet natuurlijk de 2-0 zijn. Dan in de slotfase doet Rotterdam nog iets terug. Het is Noor Omrani hier aan de bal. Met een backhand voor de tip in, maar prima daar verdedigd. Noor Omrani tegen haar oude ploeg hier met de inzet. Dan met nog een paar seconden te spelen zit de kans voor Anglebert. Joosje Burg staat er veel beter voor, maar Anglebert besluit het zelf te doen. Ja, uiteindelijk wordt het niks. Redding van Niekerk. En zo eindigt het duel tussen Den Bosch en Rotterdam in 1-0. Er blijft Den Bosch al 46 wedstrijden ongeslagen in de reguliere competitie.